en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Ik ben even aan het kijken. Vandaag is ook nog een speciale dag voor iemand. Ik ga dus een kleine interview doen bij iemand. Jawel dus, maar ik ga eerst nog sowieso, hoe moet ik het zeggen, ophalen. Waar ik nu aan het stoppen ben. Voilà, die komt er niet bij. Hallo kijkers. Hoi schat. En hey schat. Adres, de kijkers zijn dus belangrijker. Nee, okay. Dat is niet waar. Want je zei, hey kijkers eerst en dan hey schat. Je moet niet zo jaloers zijn. Oké, ik ben niet jaloers. We gaan nu eerst ergens naartoe. Ah. Ja. We gaan terug, komen naar Alakje. Meer gedaan? Ja. Toch niet bij uw gebuur? Oh jawel, je gaat uw excuses aanbieden. Ik? Ja. Wat heb ik fout gedaan? Je gaat uw excuses aanbieden bij mijn onderbuurvrouw. Waarom? Daarom. De macht, ik toch niet? Ik heb niks fouts gedaan, dus ik zou niet weten waarom ik sorry moet zeggen. Idioot, je zit me gewoon voor zo'n tent zetten. Prank! Voilà, nee, we gaan ergens anders naartoe. Het is in het centrum te doen. Ah, voor de ontbijt. Voilà. Kom aan, sluit aan. Dat is hier heel snel oproeit. Oh, ik ben moe. Hoe komt dat? Ja, ik was al om 9 uur wakker door Peter. Hoe komt dat? Die was heel de hard op aan het bellen. Maar echt zo continu keihard, hè, totdat ik op mijn kamer was. Allee, tot op mijn kamer, hè, terwijl hij helemaal onder was. Amai. En dat is heel irritant dan. Terwijl je goed ligt te slapen en je denkt dan, oh, ik kan eens uitslapen. En dan heb ik u nog wakker gebeld. Ja, kijk eens, heeft mij wakker gebeld. Niet leuk. Want ik lag pas te slapen rond 1:04 s'nachts. Echt waar, ik lag pas te slapen rond 1:04. Komt dat? Dat was gewoon muziek op mijn straat van het voetbalveldje. En dan heb ik mijn mama ook nog eens wakker gebeld om 10:00. Oh, die ook nog? Amai. Maar mijn mama die vond dat niet erg, want ze zei dat ze de eerste keer dat ik zo lang slaapte. Amai. Het lukt er bijna nooit om zo lang te slapen. Oei, ja. En nu heb jij die weer al wakker gebeld, hè? Ja, maar ze was niet kwaad. Jij bent meestal kwaad als ik je wakker bel. Was ik vandaag kwaad? Vandaag niet, maar meestal wel. Vaak ben je kwaad op mij als ik je wakker bel. Geef je het toe. Soms, een beetje. Allee mensen, ik ga niet verder concentreren op de weg. En bijpraten met mij. Ja, en nog wat bijpraten met haar. Allee, tot zijn allemaal. Yo, de eerste pitstop aangekomen. En dat is een specialetje. Ja, daar is redelijk wat volk, schat. Ah, oké. Okay. Kunt je wel mijn dingen bijhouden? En mijn sleutels? Ja, dankjewel schat. Even wachten. Ja,
Je hebt volle kerstkant. Allee, tot cijfers. Nee, toch nog niet. Dus we zijn nu hier bij Ad te komen. Het is broodgebak met lekkere broodjes en snoeps. Waar ik altijd mijn charcuterie ga halen. Ja, charcuterie niet. Mijn brood. Zoals ik sandwiches. Of eens eclairjes. En schat? Ja. Dat wordt een nieuwe tumbler. Voilà. Dat is wel mooi, hè? Oké. Okay. Heel des gehad vanmorgen al. Ja. Dus als voor de kijkers maandag online komt. Dus ik ga dus morgen vroeg al redelijk vroeg naar, terug naar hier komen. Maar we gaan nog niet zeggen naar waar. Ja, de kijkers weten het nu wel al. Naar hier heb ik gezegd. Ja. Maar hoe het eruit gaat zien, dat is nog de verrassing. Ze weten zelfs niet wat je gaat doen, hè? Nee. Dan gaan we eens even naar een mooi plekje toe gaan. Voor even gezakken om te eten en dan wat onze kleertjes. Een mooi plekje gaan staan. Alex, zien jullie allemaal zelfs terug? Joe, in de volgende pitstop aangekomen. Dan ga ik mijn zonnebril erbij pakken. Oké. Zitten we hier aan een heel mooi vijver waar ze ook aan het vissen zijn. En het is hier ook vrij rustig. Zie eens hoe mooi dat de natuur is. Oh, kijk eens hier. En natuurlijk, dat is het schoonste van het allemaal, hè. Nee, we gaan hier dus even wat ontbijten. Ja, eigenlijk bijna middagmaal al. Maar ja, we gaan even van genieten van het weer. We gaan nu eens van Nieuwenhoven hier wat verlaten. Dan moet je nog harder. En het doet goed. Zo'n boswandeling. We hebben niet echt een wandeling gedaan. Dat klein stukje bos dan. Ja. Voilà. Maar we hebben hier ook lekker ontbeten. Die waren uitgeput. Ja, die waren uitgeput. Ja. Come on. Dat moeten we ook eens doen. Zal eens goed lopen gaan. Wat denk je? Allee, schat. Nee, ik val eigenlijk over mijn eigen voet als ik wil. Maar ja, we kunnen nog niet, altijd niet vertrekken hier, hè? Waarom niet? Jij hebt de sleutels, hè? Jij had de sleutels, toch? Nee, ik heb die toch aan u gegeven. Nee, jij hebt een sleutels gezet te maken. Shit. Prank failed. Doe maar. Maar kijk eens wat weer dat het is vandaag. Het gaat zelfs tegen die auto. Wow. Ik kan hier toch wel mooie... Oh, kajakkers. Wat mooie plaatsen tegen. En ik zie dat er heel veel kajakkers zijn. Daar gaan we eens even ook wat beelden van maken. Oh, dat is wel mooi om te zien. Dus even toch eens proberen toch dichter bij het water te geraken. Want daar zijn kajakkers. Hell yeah. Het is wel jammer dat even Vea niet meegaat, want zeg, je mist wel iets. Wie gaat dan onder jullie? Ze mist wel iets. En ook nog een verlaten huis hier. Oeh. Hint, hint, hint. Nee. Shortcut. Echt shortcut. Kan je eens laten zien, hè? Oh, dat is hier heel mooi om te zien. Zie je eens, wat kajakkers op het water. Zo mooi om te zien, hè?
Zo echt tot op de Maas. Zeg eens kijken hoe ver dat ik eigenlijk nog tot hier kan wandelen. Dit is zo mooi. Allemaal kajakkers. Dat wil ik ook nog wel eens doen. Dus ik ga hier zo eens kijken als hier ook een kajakroute is. En dan ga dat ook eens doen. Echt heel fijn. Zo kajakken. Maar ik ga hier ook een foto maken voor op Discord. En dan voor op mijn Instagram, want dat zijn hier toch wel mooie beelden. Wel mooi om te zien. Ja. Hè? Zie dus hoe het water hier heel mooi stroomt. Echt heel snel zelfs. Het is niet versneld hoor mensen. Echt heel mooi om te zien. Echt waar, Maasmechelen heeft ook echt heel mooie plaatsen. Ja, ja mensen, het is zover. Yes! We hebben de 1500 abonnees bereikt. 1500 abonnees. Is toch wel mooi, hè? Ja. Dat is echt een heel mooi getal. Ik ben er echt heel blij mee. Allee, op naar de 2000 zal ik zeggen. Moet jij een milkshake hebben? Nee, dank u. Of jawel, die van de aardbei. Oké, dus we gaan nog eens even naar de Iris Christmas House. Nog wel even een milkshake aardbei uithalen. Maar ook twee milkshakes aardbei ga ik uithalen. Dat is dan 10 euro. Maar ik moet aftokken. Dat lukt nog wel. Want het is nu toch ook al ontzettend warm. En dan ga ik ook Jurgis nog eens wat reclame geven. Oeh. Dan zet mij weer al bij die schaduw. Die zet zich ook altijd hier. Voilà. Gaat jij mee? Oké, ze gaat dus mee. Oké dan. Maar eerst Theo spuiten, want ik voel dat ik zweet. Oké, ja. Moet je ook Theo? Nee, dank u. Iedereen weet dat iedereen nu aan het zweten is. Met deze temperaturen. Want het is echt laf buiten. Maar het doet wel goed als je de deur open doet. Oh. Verano Ice Salon. Normaal gezien is het Verano's Summerbar. Maar het is nu Verano Ice Salon geworden. Saloon eigenlijk. Omwille van dat ze geen drinkjes meer rondbrengen, geen barnen meer. Dus omdat dat momenteel nog niet mag van de zo, corona. Ik ben hier bij de Kawash aangekomen. Wel heel veel lawaai is hier. Even nog alles wegleggen. Remmen opgetrokken. En dan zal ik zeggen, geniet maar weer al van de timeslap die ik ga maken terwijl ik mijn boeken aan het schoonmaken ben. Zo, ik heb een briefje van 20 euro nog gaan moeten wisselen. En een briefje van 5 euro. Dat ze hier geen kleigeldgeponsen meer kunnen doen. Heb ik eens tegenhouden voor hè. 5 muntjes, voilà. Bij deze. En dan ga ik nu mijn auto wassen. Happy fun met de car wash. This love that you never started, you once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have will take us to the edge and back. Holding on to what we have. Mijn boelekin is weer op proper. Kijk dat eens aan. Amai, amai, amai. Glans tot en met. Toppie. En nu, ja ja, het begint de dag op zijn einde te lopen, dat weer wel. En ga ik richting weer naar mijn thuis toe nu. Zo mensen, yo. Ik ben terug aangekomen op mijn appartement. En het geweldige van al is, ik kom hier altijd aan op mijn appartement en dan
denk ik van, fuck, ik ben nog één kabel vergeten. Ik vergeet altijd mijn tabletkabel uit mijn wagen te halen. Oh. Ja, ik ben hier al mijn geld hier zo wat uit aan het halen uit mijn broekzakken, dat dat er ook al uit is. Dat ik die niet meegeef aan mijn mama, want anders is die weer al wat paar euro's rijker. En dat is niet de bedoeling. Dus ik ga nu nog heel snel mijn kabel halen. Misschien tot de kijkers hebben misschien wel iets gezien wat ik niet graag laat zien. Zie eens hoe mooi dat nog buiten is. Het is nog echt prachtig weer. Zelfs mijn buurman geniet er de 100, zelfs de 200% erbij. Oh. Eens even kijken. Hè. Als ik hem rap vind, normaal gezien wel. Ik ben aan het tanken. Waar die hoogstwaarschijnlijk kan liggen. Kan, hè. Even kijken als ik er iets in ben. Oh ja. Mijn kleren en al. Oh, mijn wasmand. Dat is voor morgen vroeg. Zit je? Oh. Ik vergeet hem altijd. Altijd, altijd, altijd. Oh, het is zo goed buiten. En ik ben als die kapot. Ongelooflijk. Ik ben vandaag in Maasmechelen geweest. Jullie hebben kajakkers gezien. Oh, dat wil ik ook nog eens gaan doen. Gaan kajakken. Waarom niet? Hè? Ja, misschien wel eens zoals een kajak day maken. Laat het hieronder in de reacties weten als dat een goed idee is. Om eens samen met mijn fans gaan te kajakken. Dat is toch een geweldige idee, of niet? Oké, die zat te zingen. Die zat te zingen. Voilà. Ik ga hier ook de vlog nu beëindigen. Ik weet niet of ik al een outro heb gedaan. Dat is nog een outro. Sorry. Oh. Dat is hier zo fucking warm hier. Gewoon te warm op mijn appartement. Het is hier in de sauna, moet ik eerlijk toegeven. Het is hier om de bij de 24 graden en een half. Ik voel dat hier. Hier zit. Oeh, nee. Ik heb mijn ventilator nog niet aanzetten. Oh, ik heb wat buikpijn. Dat ook nog een keer. Dan, ja mensen, ik heb weer al 2 dagen en een stuk een milkshake aardbei gedronken. Of 3 dagen achter elkaar, ik weet het dus niet meer. Maar ik weet dat ik toch redelijk veel... genomen. Ik heb nu juist een Rennie genomen. Voor mijn maag. Hopelijk komt dat wel goed. Oké. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. En dan zie ik jullie allemaal fris en wel morgen weer al terug, hè. Hopelijk toch. Ik wil geen kijkers verliezen. Ik blijf mijn geld uithalen met mijn broekzakken. Ja, het is nu gedaan. Tot morgen. Zo mensen, ik ben nog even tijdens de nacht nog even op Pokémonjacht geweest. Dat gaan jullie zelfs ook zien in de Dia Show.
even hier wat opletten op de baan, want het is hier maar een klein baantje. Ik heb toch ook al wel wat, redelijk wat Pokémons gevangen. Ik heb redelijk wat gyms veroverd. In Alkes, Lammes, Heirik ben ik terechtgekomen. En nu ben ik dus terug richting mijn thuis aan het rijden. En dan voor gaan te slapen, want het is 8:45 al. En ik zit nog op de baan, dus nu gewoon rustig naar mijn thuis rijden. Per geluk ken ik hier de banen. Morgen ga ik misschien nog wel nog ergens anders dan nog wel op Pokémonjacht gaan. Dat is wel altijd eens leuk. Weer al wat gymmetjes te veroveren. Kijken hoe lang dat ik overal in ga zitten. Jullie hebben toch wel alle gyms gezien waar ik heb ingestaan. Ik heb daar ook een screenshot van getrokken. En nu ben ik dus terug naar mijn thuis toe. Dus ik hoop dat jullie van de vlog hebben genoten. Na dit komt er dus een dia-show van al mijn Pokémons wat ik dus vandaag, alleen vandaag, heb gevangen. Dat ga ik altijd nu doen. Dus achter mijn vlog gaan ook de Pokémons dia's tevoorschijn komen. Dan weten jullie dat. Heel veel kijkplezier en ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo, bye bye, zwaai zwaai en tot morgen, yo. Oh, you came and tucked your way into my heart.